Zelfvoorzienend in Hongarije, hia hia ho. Met een hond hond hier en een poes poes daar. Hier een kip, daar een kip, overal kip kip. Nou, goedemorgen. Daar ben ik weer. Ja. Voor degenen die mijn podcast al beluisterd hadden. Het hele uitgebreide, misschien hilarische, in elk geval licht onsmakelijke verhaal. Anyway. Kijk, ik heb hier een kruiwagentje vol gedroogde onkruiden en grassen. En weet ik wat allemaal, en kruiden. En dat moet dus daar de poepdoos in. Dan heb ik het deurtje al opengezet. Was heel dapper van mezelf. Als je wil weten wat er helemaal aan de hand was, dan raad ik je van harte aan om de podcast even te luisteren. Dan snap je het helemaal. En geloof me, als je een beetje zwakke maag hebt, je bent een gevoelig typeje die niet goed kan tegen verhalen over vieze kleine kriebelbeestjes, poep, mest, dat soort dingen, dan raad ik je aan om de podcast vooral niet te luisteren. Ik zal je niet met het uitgebreide verhaal hier gaan lastigvallen. Maar geloof me, het was complete horror. Als je het wel wil weten, dan kun je de podcast vinden op Spotify. De podcast heet ook De Andere Economie, zoals al mijn online gedonder. Maar ik ga proberen mijn mesttoilet, mijn poepdoos, te redden. Dus op aanraden van een vriendin dan ga ik dit erin proppen. En dan hopen dat ik weer een beetje gebruik kan maken van de poepdoos. Want voorlopig, als ik dus moet poepen, sinds gisteren durf ik deze poepdoos niet meer op. Ik heb last van zeer vreemde beestjes. Dat waren nog wel beestjes die ik gekocht had. Namelijk roofmijten. En hoe die ramp zich zo'n beetje heeft ontwikkeld, is te vinden online op Spotify. Op de podcast. Dan ben je een heel stuk wijzer. Dus, we gaan het maar even doen. En geloof me, ik vind dit echt helemaal niet leuk om te doen. Want ik ben een beetje huiverig geworden. Kom maar, poepdoos. Nee, pink eruit. Straks stort je daar de diepte in als je erop springt. Mafklapper. Maar goed, dan gaan we de plukjes ingooien. Heb ik hier een stok staan? Kan ik het even mee zo de diepte inproppen? Jullie wegwezen. Kan even niemand zich met mij bemoeien? Dat zou fijn zijn. Geen poesjes die misschien in de diepte storten. Geen kippen die in de diepte storten. Ja, leuk hoor. Ik heb gewoon mijn composttoilet, oftewel de poepdoos, die heb ik gewoon verknald. En niet alleen ik, maar bepaalde beestjes ook. Dus als je nog eens wil weten hoe je roofmijten moet kweken. Dan raad ik je ook van harte de podcast aan. Oh god. Ik heb even geen staartje in. Want mochten de beestjes straks in mijn haar zitten, dan is het makkelijker om op je kop te krabben en eruit te slaan. Dan als je haar in een staartje of een knotje of een vlechtje zit. Even stampen met het stokje. Het is niet eens dat het heel erg stinkt of zo, maar uit een soort rare gewoonte hou je dan opeens je adem in. Gaat nergens over.
hoop ik zo dat het met al dat stro erin. Hooi. Het is hooi, niet stro. Ik haal het altijd door de war. Strooi en ho. Ja hoor, tuurlijk. Nou haal ik het wel heel erg door de war. Hooi en stro. Ik haal de woorden altijd door elkaar heen. Ik weet wel wat wat is. Een stuk beter. Ik zou er nu weer gewoon kunnen poepen. Maar het niet dat er allemaal roofnijten zitten. Daar word je ook niet blij van. Zo. Deurtje dicht. Nou heb ik bij Gabor zit er op zijn poepdoos, want hij heeft ook een poepdoos. Ook geen toilet in huis. Daar zit nog een bordje op wat ik ooit had gekregen. Onbewoonbaar verklaard. En die moet ik er eigenlijk bij hem afhalen. En die moet eigenlijk op mijn poepdoosje nu. Want kijk, dit is de afstand tussen mijn kippenhok, het nachthok. En daar de poepdoos. Nou, wat zit er tussen? Nou, het zal 30 centimeter zijn. Ik heb weken geleden heb ik hier roofmijten uitgezet. Die had ik gekocht voor 50 euro. Was een rip uit mijn lijf. Maar wie had er gedacht dat die klerenbeesten zich zouden gaan vermeerderen met een noodvaart in mijn composttoilet? Dus ik ben een van de weinige mensen bij wie het gelukt is om gewoon roofmijten te kweken. Wat heel erg leuk is en een groot compliment dat ze het zo naar hun zin hebben bij me. En dat er blijkbaar in het composttoilet ook genoeg te eten is en de omstandigheden er zo fantastisch zijn dat ze zich echt gewoon explosief vermeerderen. Want gisterochtend had ik nog helemaal nergens last van en gistermiddag was het opeens gewoon werkelijk bal. Dus van het een op het andere moment. Ik weet het niet. Maar ja. Dus. Roofmijten hebben een actieradius van ongeveer een meter. Nou ja, je ziet het. De toilet en het kippenhok staan zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Dat ze, ja. Dat overbruggen ze makkelijk. En ze hebben een beetje vochtige grond of zo nodig om zich te vermeerderen. Nou ja, maar kippenhok is gewoon gorddroog, dus daar zullen ze het niet doen. Dus ze zijn maar in het toilet begonnen. Ja, heel erg fijn. Nou ja, desnoods moet er maar een andere poepdoos ergens daar komen of zo. Hè? Want ja, die roofmijten, die wil ik ook weer niet kwijt. Want die vreten de bloedluizen op. Allerlei soorten mijten bij de kippen en zo. Dus voor de kippen is dat hartstikke gunstig. Kippen hebben er zelf geen last van. Mensen hebben er ook geen last van. Tenzij ze met miljoenen op je kont kruipen. Dat voelde ik niet trouwens. Het was niet dat het onwijs kriebelde aan mijn kont. Ik zag het pas aan het papiertje. Ik veeg mijn kont af. En ik denk van, what the fuck is dat? Dat er nog een fractie van een seconde dat het in je hoofd schiet van, heb ik dat nou uitgepoept? Leeft dat in mij? Komt dit uit? Wat? Maar ik had niet gepoept. Ik had geplast. Maar ja, weet jij veel wat er allemaal ondertussen uit je anus kruipt. Maar er waren nog meer dingen waren er met composttoiletten aan de hand. Onder andere dat er veel te veel water in stond. En als je het echte gruwelijke verhaal daarvan ook wil horen, dan raad ik je ook van harte de podcast aan. Heb je een composttoilet, wil je een composttoilet en dan niet zo'n kant-en-klaar ding uit de winkel, maar gewoon zo'n heel ouderwetse poepdoos, dan is dat wel handig om naar te luisteren. Leer van mijn fouten. Ik maak er vele.
Ik moet ook maar van mezelf leren. Ja, ik bedoel, er zijn dingen die kan ik vragen aan vrienden die met bepaalde dingen ervaring hebben. Maar of ze zeggen van nou Daan, dit of dat, dat moet je maar niet doen. Want mijn ervaring is zus of zo. Kijk, daar leer ik van. Dat neem ik ook aan. Daar ben ik heel goed in. Ik bedoel, als dat uit een bron komt die ik als echt betrouwbaar zie. En dat zijn er een paar. Dan, nee, daar, van die mensen neem ik echt wel dingen aan. Sommige mensen komen met allemaal van die ja, internetweetjes en weet ik wat allemaal. Waar je dan over het algemeen geen ene fuck aan hebt. En daar luister ik dan ook niet echt naar. Maar dit heeft anderen ook verbaasd. Echt zo van, wat? Ja, roofmeiten. Duizenden, miljoenen. Oh. Kijk, Floyd die op het dak. En dan heel hard gillen. Waarom, weet ik niet. Ja, kom maar, Floyd. Nou, die is een beetje krols. Ze zijn allebei een beetje krols. Zij is gesteriliseerd en haar broertje is gecastreerd. Maar ze zijn op het ogenblik allebei heel opdringerig, knuffelig, vervelend, zeurderig. En dan ook nog dit geluid er op het moment bij. Ik hou er gewoon niet van. Dan heb ik nog liever gewoon een kont vol met roofmeiten. Dat is een grapje. Maar goed, nou kom dan op. Wat een gemekker. Hou ik helemaal niet van. Maar goed, dit was dus mijn... Ga ik ook weer op mijn kop krabben. Niet als het jeukt of zo, maar je moet wat. En dit was dus het verhaal. Van de ramp van het composttoilet, oftewel de ouderwetse poepdoos. Leer van mijn fouten. Deel de link als je denkt van daar hebben anderen ook wat aan. Ik had die link graag eerder gehad, zeg maar, dat iemand mij geïnformeerd had van Daan, dit en dat moet je niet doen. En ook je poepdoos staat te dicht bij het droge kippenhok. Daar moet je geen roofmeiten neerzetten, tenzij je ze zelf aan je kont wil hebben. Dat was leuk geweest. Maar ja, hè? Die link die was er niet. Nou, poes hou nou toch op, joh! Verschrikkelijk. En maar zeuren hier, daar. Gezellig. Ja, ik zal een laddertje voor je neerzetten. Ik moet even een laddertje neerzetten voor de poes. Misschien kan ze er gewoon niet af. Nou, kom maar. Ja, joh, zeurpiet. Hier. Wil je er dan af? Kom maar. Nee, nog steeds niet. Het gaat gewoon om het zeuren. Ja, kom dan. Kom maar, Floydie. Weer die donder op. Nou, kom eraf dan. Oh, vreselijk. Ah, ik hoop dat dat snel over is. Ik haat die geluiden van krolzige katten. Afschuwelijk. En zolang het dan in zicht blijft, dan blijft ze ook zo zeuren. En als ze me niet ziet, dan denkt ze, oh, die gaat mij niet pakken. Want ze wil altijd opgetild worden in de tuin, niet waar? Gewoon. Omdat het kan. Ik hou er niet van. Maar ik hou... Oh. Ja, joh, breekt de hele boel af. Ik hou wel van de poezen, maar ik hou niet van die geluiden. Dus, nou ja, goed. Ik zou zeggen, zoek even de podcast op Spotify. Doe deze link even delen. Doe de Spotify link ook delen als je wil. Duimpjes omhoog in YouTube en de groepen. En kijk ook even op de website, de andere economie. Hè? Jongens, ik ga even lekker plat. Ik heb alweer dingen gedaan. Ik heb even pauze en ik moet nog even eten. En dan komen er weer nieuwe klusjes. Dus, ik wens je een hele fijne dag. Bedankt voor het kijken. Als je de podcast luistert,
Bedankt voor het luisteren, want dat was ik daar vergeten te zeggen. Dus bij deze, hele fijne dag. Doeg!